35 jaar profronde van Tiel. Een feestje waard. En dat was het. Welkom bij de profronde in Tiel 2015. We gaan alles volgen. We gaan de renners zien, spreken en u op de hoogte houden. Burgemeester Beenhakker, vandaag een bijzondere dag in Tiel. Ja, geweldig. Hier bij de ontvangst in Dagnietenhof met oud-profs die straks gaan rijden. Ik heb bij mijn toespraak gezegd, ik sta wel als burgemeester hier, maar vergeet dat maar even, die Amstkreet, want ik sta vooral hier als liefhebber. Ja, ik ben een geweldige sportliefhebber, wielrenfan. Dus dit is een hele bijzondere dag. Prachtig om Joop Zoetemelk en Henny Kuiper te spreken en hier te mogen ontvangen. Ja. En als klein kind ook al bij de profronde geweest? Klopt, ja. Ik zei tegen Joop Zoetemelk ook. Ik stond 1980 Jopie Jopie te schreeuwen hier in de voorstad bij het oude politiebureau. Moest een hellinkje op, dus er was een mooi stukje daar, een bocht. En ja, daar stond ik echt als jonge enthousiasteling, kwam ik hier naar de profronde kijken. En nu zijn ze dus heel dichtbij, hè? Ja, dat is fantastisch om mee te maken en om ze te spreken en de verhalen van vroeger allemaal te horen. En het mooie is, ze gaan ook rijden straks. En ik ben heel benieuwd, ik denk dat er heel veel mensen op afkomen. En natuurlijk zijn de echte profs ook geweldig om straks te zien, hè? Mollema die onder andere hier komt rijden. Maar het is ook wel heel leuk om die oude verdette echt op de fiets straks weer te zien. Een stukje nostalgie. Nostalgie, mooie verhalen. Wielerwereld heeft sowieso heel veel anekdotes en mooie verhalen. En wat dat betreft vond ik het heel erg leuk om met al deze mannen vanmiddag te spreken. Dus dat wordt voor u zelf ook genieten? Absoluut. Dat zijn de mooie kanten van dit vak, dat je in dit soort gevallen ook weer vooraan staat. Bij Dagnietenhof liepen we oud-renner Henk Lubberding tegen het lijf. We rijden straks een wedstrijdje voor oud-prof-renners. Oud tussen aanhalingstekens, denk ik. Oud, ja. Ja, wel oud. Over de 60, daar ben je oud toch? Ben je al over de 60? Ja. Ik ga niet precies zeggen hoeveel, maar ik ben over de 60. Maar ik had het net met Van der Velde over, jongen. Je ziet eruit, die benen. Volgens mij ben je magerder dan toen je rondreed in de Tour de France. Ja, minder spieren, dat wel. Maar ik ben nog hetzelfde gewicht. Hetzelfde gewicht. En weet je, hoe vaak heb je hier gereden in de profronde van Tiel? Want dat is ook een aantal jaren niet meer geweest. Ik kan me herinneren dat de eerste ronde van Tiel dat ik die gereden heb. En zolang ik prof ben geweest, dus 16 jaar. Tenminste. Ik weet niet of... Wanneer was de eerste profronde van Tiel? In 82. 82. Nou ben ik Zeumson de prof geworden, dus vanaf 82 ben ik alle jaren hier geweest. Gelderland, hè? Dan moet ik nog rijden. Ja, daar kom je vandaan. Maar heb je nog goede herinneringen hier aan het Gelderse en aan de profronde van Tiel? Ja, want we hebben hier een keer een aparte profronde gehad, met een 8. En toen moesten een paar mensen daar een lint over de weg spannen, want dan moest je iedere keer een lusje achter de finish maken. Dus je reed echt een 8je. En één keer hadden ze vergeten, ze waren de draai kwijtgeraakt. Dus met het lintje spannen. Dus eigenlijk ben ik toen 2 keer als overwinnaar over de streep gekomen. Oké. Ja. In ieder geval, ik werd winnaar en ik was 2 keer als winnaar over de streep gekomen. Dus dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar hier in Tiel wel. Helemaal goed. En vanmiddag, wat verwacht je ervan? Vanmiddag, ja, dan moet ik 1 man in de gaten houden. Dat is de plaatselijke favoriet. Oh ja, dat is... Ja. Ik heb wat tips gehoord op de tv en op de radio. Dat er bepaalde renners waren die zeiden van, Rooks die zei, je moet altijd renners in de gaten houden. Waar jij van weet, die gaan demareren. En in dit geval, ja, je woont hier, dus ik moet jou in de gaten houden. Ja, daar ben ik dan weer lekker klaar mee. Daar ben ik helemaal weer lekker klaar mee. Want je fietst natuurlijk nog aan de raket. En jongen, Henk, hartstikke veel succes. Wij gaan er een mooie wedstrijd van maken. Dankjewel. Komt helemaal in orde. En een mooie wedstrijd werd het. Met ook toerwinnaar Joop Zoetemelk. Joop was speciaal afgereisd naar Tiel vanuit Frankrijk, waar hij woont. Zoetemelk had het zichtbaar naar zijn zin. Even een kort quoteje van een hele grote held, Joop Zoetemelk. Welkom bij de profronde. Voor werkelijk alles en iedereen, zelfs mensen die niks van wielrennen weten, bent u de naam. Ja, het is ongelooflijk na zoveel jaren dat ik hier weer terugkom in Tiel en dat er zoveel belangstelling is en dat ik zo aangemoedigd word natuurlijk. Is dat hartstikke vol? Ja, het is hartstikke mooi. Het is, ik ken gewoon niet beter. Alles zit mee, het weer zit mee. We hebben een mooie peloton met oud wielrenners, met oud toerrenners, laten we het zo maar zeggen. En straks komen de nieuwe toerrenners van dit jaar. Dus ja, het is echt een wielerdag vandaag. Is het leuk om al die oude renners weer samen te zien? Nou, je ziet niet elke dag natuurlijk. Je ziet ze een paar keer, nog geleden een paar keer op een jaar, maar tussenbij een keer. Dus het is echt wel, net gehoord met Kees Bal, dus ze halen alles weer op. Okay. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier en succes. Ja, dankjewel. Nog altijd populair onze Joop, bij zowel jong als oud.
Ja, we zijn hier profronde van Tiel en sta ik hier met mijn grote held Johan van der Velde. Johan, hoe vaak heb jij vroeger in de rond van Tiel eigenlijk gereden? 1980 was de eerste keer. Ik was de eerste keer die gecontracteerd was voor de Ronde van Tiel. Het jaar dat Joop Tour gewonnen had en ik denk dat ik hem een keer of 5-6 gereden heb. Ja, want ik ben in 85 begonnen en ik heb 2 keer maar in Tiel gereden. Maar daarna is de hele tijd ook geen criterium meer gehad. Nu wel, nu ik hier rond kwam om te omkleden, zag ik al enorm veel publiek. Dat was vroeger ook zo en volgens mij is dat nu weer aan de hand. Veel mensen. Ja, dat was zeer zeker. Dat was vroeger stond er gewoon 30, 40.000 mensen langs de kant. Het leefde enorm. Het leefde ook het Nederlands wielrennen enorm natuurlijk. Met heel veel grote kampioenen als Henny Kuiper en Joop Zoetemelk en noem maar op. Ja, dat is natuurlijk daarna wel wat minder geworden. En dan heb je ook gelijk weer wat minder publiek. Maar ja, je ziet toch wel als nu weer die oude kampioenen komen. We waren gisteren toevallig in de volksronde in Roosendaal. En dan zie je dat toch gewoon, zeg maar even, in een klein volksrondje. Omdat Kuiper en Zoetemelk komen gewoon 10.000 man staan. Ja, dat is echt enorm. Ja, maar kijk, hij noemt allemaal oude helden op. Die heb ik ook gezien. Maar jij was mijn held. En je noemt jezelf er niet bij. Want weet je, kijk, ik zie jou nog rondrijden in de ronde van Frankrijk, maar natuurlijk ben ik niet vergeten jouw paarse trui, de trui van de beste sprinter in de Ronde van Italië. Vertel mij eens even, jongen, hoe dat ging voor de mensen thuis. Nou ja, ik heb 6 keer de Ronde van Italië gereden. Het eerste jaar dan, toen werd ik toevallig zomaar tweede in het puntenklassement en toen dacht ik van nou, volgend jaar dan ga ik die winnen. En dan ben je gewoon 21 dagen in de weer om puntjes te verzamelen, om die trui te winnen. Omdat ik wilde die gewoon per se mee naar huis nemen. Maar ja, uiteindelijk heb ik hem nog 3 keer gewonnen. Dus het is niet zo simpel natuurlijk. Gaan we vandaag ook nog even sprinten, jij en ik misschien hier? Of, want ze zien er wel scherp uit. Zoetemelk, Kuiper, jongen. Lubbeding hebben gezien. Die is smaller dan toen hij rondreed bij de profs. Ja, Kuiper of Zoetemelk en Kuiper, ja, die zijn al gepensioneerd. Hè. Die zitten dag en nacht op de fiets. Dus dat gaan nog wel worden vandaag. Nou, dan moeten we toch een keer flink in vlammen. Ja, want jij bent nu, rij jij op de bus bij Team Roompot. Een geweldige job ook, lijkt mij. Want je bent dan altijd bezig ook met jonge renners. Niet alleen buschauffeur, denk ik, maar dat je ook, je kan die jonge mensen ook nog veel leren. Zitten er daar renners bij die we in de toekomst ook nog eens gaan zien in de Tour de France? Dat zou zomaar kunnen. We hebben een paar goede sprinters. André Looy en Dylan Groenewegen. Dat is een echt wel hele rappe man. Die zijn nog heel jong, die zijn 22 jaar. Die kunnen alleen maar groeien. En die kunnen gewoon, ik denk dat die Greipel kunnen verslaan en Sagan. Dus daar zitten we wel aan te komen. En die jongens geven wij de kans. En ik hoop dat ook in de toekomst waarheid gaat worden. Ja, maar dat vind ik ook heel mooi, Johan. Weet je waarom? Dat jij dat nu ook zo zegt. Want dat raakt mij dan altijd weer enorm. Want wij zitten daar ook wel op te wachten. Hè? Weet je wel, Geesink 6e, Mollema 7e. Dat zijn prachtige prestaties in de Tour de France. Dat voelt ook voor ons als een overwinning. Maar we moeten toch weer ook mannen hebben die gewoon in ritten kunnen winnen. Hè? Net zoals dat je die in onze tijd ook had. We moeten gewoon een paar van die boys moeten we hebben. Er zit een aantal bij jou in de ploeg. Maar ik denk ook zo'n man als Danny van Poppel. Die nou 2 keer wint in Wallonië. Een mannetje als Moreno Hofland, zijn vader rijdt hier vandaag ook mee. Die moeten het toch kunnen doen. Wij hebben toch mannen genoeg die in de Tour de France kunnen scoren? Ik weet 100% die renners. Kijk, als je dat vroeger kunt, kun je dat nu nog natuurlijk. Kijk, nu heb je in de Tour de France ook zoveel ontsnappingen. En ontsnappingen die toch nog tot stand blijven. En dan zijn er ook renners die uitwinnen. Maar ja, je moet eerst mee zijn om te kunnen winnen. Ja. Kijk, en die renners, die hebben wij ook gewoon. Dus die renners die jij net opgenoemd hebt, die kunnen gewoon allemaal een etappe winnen. En daar moet je dan gewoon wel voor gaan. Het is natuurlijk mooi als 6e en 7e wordt een eindklassement. Maar ja, wij willen ook graag overwinningen zien. Snap je? Dat is wel een overwinning voor de ploeg. En voor zichzelf, maar echt etappesoverwinningen, dat weet ik 100%, dat kunnen wij Nederlanders gewoon nog. En daar sluiten we ons helemaal bij aan. Rovo Manuhutu, verantwoordelijk voor de coördinatie van de muziek hier op het plein. Hoe gaat het? Geweldig. Ik zie dat er ontzettend veel mensen zijn en het gezellige sfeer op dit moment. En het wordt alleen maar leuker, en zeker met deze renners. Ja. En er gaat natuurlijk heel wat aan voorbereiding aan vooraf. Daar ben jij bij betrokken geweest. Ja, dat klopt. We zijn als stichting een jaar bezig om het voor te bereiden. En wat we dus onder andere doen is het charteren van de muzikanten, dj's, etc. En ook het indelen van het hele plein, van de hele opzet. Ja, okay. Volgens mij is het, wat ik zo kan zien, super geslaagd.
Het ziet er ontzettend goed uit. We hebben natuurlijk wel het weer mee, dat moet ik wel toegeven. En we hebben ontzettend goede muziek en het is echt, echt leuk. Je bent tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. Niet alleen Joop Zoetemelk was naar Tiel afgereisd, ook Henny Kuiper, een van de kreks van toen, was van de partij. Voordat de mannen gingen koersen, was er eerst nog tijd voor een ererondje. Ja, tuurlijk. Het is gezellig. Veel publiek. En hoe zou dat nou komen? Ja, maar de Tour zit er net op. Wielrennen kreeg veel aandacht. En we hebben hier altijd een geweldig mooie profronde gehad. En ik denk, we hebben hier allemaal nog gereden, jongens die hier staan. Dat is wel leuk om iedereen eens terug te zien. Dus de Tielenaren zegt dat goed. Ja. En allemaal geweldig enthousiast om ons nog eens terug te zien. En we vinden het ook leuk om hier terug te zijn. Dus het gaat dubbel op. Ja. Leuk. Wat is de inzet? Wat gaat er gebeuren vanmiddag? Ja, wij moeten... 3 kwartier ons beste, geloof ik. Dus bij dit weer gaan we dan weer lekker transpireren. Ja. Ga ervan genieten en heel veel succes. Gaan we zeker doen. Gert, heb je al een beetje de bibbers? Ja, want veel publiek. Ik ben net ook nog op het plein geweest. Was ook heel erg druk. En ik heb zelden zoveel publiek gezien hier in Tiel. Ja, in de tijd dat Ben Aino hier aan de start stond. Maar dit is nu weer enorm. En we moeten dadelijk natuurlijk koersen. En ik kom hier vandaan. En je wil je natuurlijk ook wel even een beetje laten zien, hè? Ja, de verwachtingen liggen best hoog dus. Ja, maar op het plein zijn ze al winnen. Maar ja, winnen is niet zo heel makkelijk, hè? Dus... Maar we hebben nogal wat concurrentie. Ja, ik heb veel concurrentie. En die mannen zien er ook nog afgetraind uit. Maar we doen ons best. Dus, kom. Gewoon lekker van genieten, hè? Ja, dat doen we ook wel. Is goed. En de afloop zeker, hè? Gaan we even bier drinken. Gaan we jou bespreken. Oké, helemaal goed. Doen we. Oké, hoi. Opperste concentratie bij Adrie van Houwelingen. Ja, nee, maar ik sta even naar het gesprek te luisteren. Want een interessant onderwerp. En dan kom ik u zo maar stil. Nee, maar goed. U komt hier uit deze regio, hè? Ja, oorspronkelijk. Uit Heesel, tegenwoordig al 35 jaar in Zaltbommel. Ook dichtbij. Ook nog regio, hè? Ja. Dat is best wel een thuiswedstrijd, dus. Ja, met Gert is nog dichterbij, mijn broer is dichterbij. Maar goed, dan ben ik ongeveer aan de beurt, hè? Heeft u er zin in? Ja, zeker. Prachtig weer, veel ambiance. Dus we hebben er zin in. Al die prominenten bij elkaar. We gaan er wat moois van maken. Bijzonder toch? Ja. Na 35 jaar, dus de meesten zien elkaar natuurlijk ook niet regelmatig meer. Maar dan is alleen het elkaar zien en bij elkaar zijn is al leuk. Maar we gaan er ook wel een wedstrijdje van maken. Ja, wel die benen even laten werken, hè? Ja, benen laten spreken. De organisatie maakte bekend dat er ruim 20.000 mensen op de 35e editie waren afgekomen. Elk jaar hier in Tiel op de profronde? Altijd. Komt u hier ook vandaan? Ja, ik kom hier ook vandaan. Ah, en er zit wel iets... hier al in de tijd van Hino. Dat is echt wel heel lang dus. Dat is heel lang geleden. Ja. En nu, heeft u een favoriet hierbij zitten? Graag plaatsnemen. Bij de oudjes? Nee hoor. Geen favoriet. Nee, bijzonder, hè? Ja, het zijn allemaal favorieten, hè? Ja, ik denk dat dit wel een uniek moment is, deze mannen nog nu op deze leeftijd bij elkaar. Ja, en met dit weer. Moet goed gaan. Staan hier de echte liefhebbers? Nou, waarvan? De profronde, wellicht een prof? Ja, zeker. Is er een voorkeur? Nee, dat niet. Het hele entourage is al leuk. Ja. Staat hier een echte liefhebber van de wielersport? Ja, zeker. Ja. Gaat u ieder jaar naar de profronde? Ik ga hier elk jaar naartoe, ja. Klopt. Komt u ook vandaan? Ik kom hier niet vandaan, ik kom uit Arnhem. Uit Arnhem? Dan heeft u dus wel wat met wielrennen? Dan heb ik ze zeker wel wat met wielrennen, ja. Is dit een bijzonder moment, hè? Al deze prominenten bij elkaar? Dat is van mijn periode, hè? Dus dat is helemaal gaaf. Zo dichtbij nu? En zo dichtbij, ja. Het is gewoon leuk om te doen. Oud-profs maakten er een mooie show van, waarvan velen nog opvallend fit waren. Er waren verschillende ontsnappingen, maar uiteindelijk bleek Henk Lubberding de sterkste in Tiel. Zijn er nog supporters voor Lubberding? We mogen het applaus geven! Henk, trek je shirt aan! Ja, alleen hoor! Niemand op de foto! Tweede, hier komt-ie!
En het is Jan van der Velden die het op moet nemen. Want daar komen ze aan. Ja, we gaan zien wat Jan van Ouwelingen op van der Velden. Hier wordt het Jan van Ouwelingen op de tweede plaats. Derde met de top op de schoenen. Is het van der Velden. Aankomt voor de vierde plaats hier. Nou, het wordt nog heel krap. Als we het goed zaken was van derde en in ieder geval nog bij de eerste vijf. Of hij de vierde plek heeft gepakt, moeten we afwachten. Even aan het opfrissen, gefeliciteerd! Ja, maar kun je zien hoe ze het hier voor elkaar hebben hier, Giel. Netjes voor de podiumgangers, na het washandje, geweldig. Zoals het hoort, toch? Zo hoort het, ja. Hey, hoe voel je je? Ik voel me heerlijk. Ja, net als vroeger. Net als vroeger, dat gaat gewoon niet over. Nee, zo is het. Ja, helemaal leuk. Eerste plaats, ja, gefeliciteerd. Ja. Het was een mooi podium daar op de Waalkade. 1 Henk Lubberding, 2 Adrie van Houwelingen en de derde plaats was voor Johan van der Velde. En natuurlijk was er ook nog tijd voor een ereronde. Inmiddels hadden de profs van deze tijd zich ook gemeld in Tiel. Voor de start spraken we met verschillende helden uit de Tour de France. Lars Boom, hallo, welkom in Tiel. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Goed. Ben je hersteld? Ja, ik voel me weer gezond en kom eraan. En ik voel me weer goed, dus het is prettig om weer gezond te zijn. Ja. Profronde van Tiel, wat is dat voor jou? Ja, altijd een mooie ronde, het is een aantal jaren natuurlijk. En ik ben al een aantal keren aanwezig geweest, dus het is fijn om hier altijd lekker te koersen. En veel publiek te zien in het mooie weer vandaag. Goede sfeer? Denk het wel, meestal wel, ja. Jij gaat je ontzettend je best doen? Ja, ik ga zeker mijn best doen, ja. Succes. Dankjewel. Vooral de Nederlanders dan die goed draaien in de Tour. Laurens, en dan mag ik jou even een kort vraagje stellen. Hoe gaat het met je? Oh, wel goed, hè. Tiel gaat altijd goed met me. Ben je een beetje bijgekomen? Ja, zeker. Ja? Dus, en heb je zin in deze ronde? Liepen ze uit tot 7:15 in plaats. Oh, dat is luxe. Ja, dus dat... Even blijven hier in de omgeving. Udenhout. Ja. Maar goed, je bent fit genoeg om dit gewoon goed te gaan doen? Ja, zeker. Succes. Deze keer was het niet zijn gezondheid die Laurens ten Dam, de winnaar van vorig jaar, patter speelde. Maar hij had materiaalpech. Laurens ten Dam verdient het applaus. Hij kan niet op die fiets geven met applaus. Hij had graag willen vertrekken. Maar dit gaat niet door. Laurens moet morgen in Budel en moet nu dus nog een fiets gaan regelen. Ja. 5 premies op de aankomstlijn. Met Kelderman van voren. Maar is het Kelderman of is het Sinkeldam? Ja, kijk eens even. Flink balen voor deze sympathieke renner. Het bier smaakte hem in ieder geval wel goed. 24 plus Hollanders. Niet alleen de water, maar ik kan me ook voorstellen. Ik zei net, kijk, we kunnen Joop Zoetemelk aanraken. En toen zei u tegen mij. Ja, nou, dat is eigenlijk wel gebruikelijk bij het wielrennen. Ik heb een jongen die 10 keer de Tour heeft meegereden. Over wie gaat het dan? He? En over wie gaat het dan? Over Leon van Bon. En het is gebruikelijk dat in die sport de mensen, de toeschouwers, dicht bij de renners kunnen komen. Dat is ook het eigen aan deze sport. Als dat weg is, is de sport weg. Het hoort erbij. En wat is dit voor u, de profronde in Tiel? Profronde in Tiel is altijd een van de hoogtepunten voor mij om te doen. Vanwege het feit dat er dit soort dingen plaatsvinden zoals ze vandaag plaatsvinden. We hebben gezien kinderen van 3-4 jaar die een wedstrijdje rijden. Maar ook oud-profs en straks de echte profs die op dit moment nog actief zijn. Best bijzonder, hè? Ja, dat is gewoon bijzonder. Dat is mooi. En u ervaart het nog altijd als een feestje? Altijd. Het is al meer dan 40 jaar zo. Het is altijd een feest. Waarom? Kijk maar naar de stemming hier, de gemoedelijkheid die erbij zit. De hele sfeer die in dit soort ronde zit. Is geweldig. Is geweldig. Bouke, kom er even tussendoor. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat lekker. Net terug uit Spanje vandaag. Gisteren San Sebastian nog gereden. En nu weer hier. Oké, dus jij blijft gewoon maar doorgaan? Ja, ik blijf lekker bezig gaan. En de benen zijn nog goed, dus daar moet je van proberen. Want je hebt het heel zwaar gehad. Ja, maar dat geldt voor iedereen, denk ik. De Tour is voor iedereen zwaar. En ook voor mij, maar gelukkig ging de laatste week goed en ik ook nog wat plekjes opschuiven in het klassement. Nou, we zijn mega trots op je dat je hier de Tielse profronde mee gaat fietsen. Ja, dankjewel. Ja, het is ook mooi om hier te zijn. Ja. Wat ga je doen? Hoe gaat het lopen, denk je? Nou ja, ik ga er proberen mooie resultaten uit te slepen vandaag. Ik heb goede benen nog afgelopen dagen en het zou mooi zijn om hier op het podium te staan. Okay. Nou, heel veel succes en wij gaan van je genieten. Ja. Even vragen hoe het met je gaat? Ja, goed. Een beetje moe, maar ja, heel... Een week na? Ja, daarom. Ik heb heel Frankrijk doorgefietst, dus dan de criterium is een beetje moe, maar ja. Maar daar is het wel heel goed gegaan, hè? Ja, nou, ja, het ging op zich goed, dus ja. En de profronde Tiel, wat gaat dat jou brengen?
Ja, we gaan het zien. Aan het publiek gaat het zeker niet liggen. Dus veel mensen en we maken er wat moois van. Het wordt gewoon een feestje. Zeker. Robbie Ruig, door StadsTV naar Tiel gehaald, hadden we ook nog even voor de camera. Robbie, heel even tussendoor. Dit jaar geen Tour gereden, maar je bent wel bij de profronde in Tiel. Ja, absoluut. Ik heb er goede herinneringen aan. Dus daarom nu in 2015 ook weer aan de start. Ja. En hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Absoluut. Ja, ben je fit? Ja, zeker weten. En heb je er zin in? Ook helemaal zeker weten. Dus ja, laten we hopen dat ik die fitheid vanavond ook kan tonen hier in Tiel. Nou, we gaan het zien. Ik wens jou veel succes. Dankjewel. Oké. De formule die de profronde in de jaren 80 zo succesvol maakte, Sport & Entertainment, werkt anno nu nog steeds. Vele genoten met volle teugen. Ja, ik zie hier iemand ontzettend genieten. Ah, geweldig. Ja. Als je zo'n leerling hebt gehad en dan zie je na een paar jaar dat hij zo uit is gegroeid, nou, daar geniet ik van. Dan krijg ik tranen van in de ogen. Ik snap het, maar u danst ook zo lekker. Echt waar? Ja. Op die leeftijd? Ja. Ik geniet hier wel. Echt waar. En is dat nou de muziek of ook een klein beetje profronde? Wat van? Niet alleen de muziek of ook wel een klein beetje profronde? Profronde, natuurlijk. Profronde is heel belangrijk natuurlijk. Alle evenementen. Zoals wij als KTSM de tattoo organiseren. En zo zijn er zoveel evenementen. Dat is gewoon geweldig. Ja, in Tiel is het te doen. In Tiel is het te doen? Ja, dat vind ik. Gaat u nog even dansen? Ja, geweldig. Bouke, alsjeblieft je eerste reactie. Ja, heel mooi. Ja, ben je blij? Heel blij, mooi om hier te winnen. Ja, het was een mooi rondje, heel veel publiek. En, ja, het was pittig, gisteren nog Spanje gereden, San Sebastian. Maar kwam er goed door in de tweede helft van de koers. En ja, mooi dat ik het kan afmaken. Ja, nou, ontzettend gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel je mooi. Hebt geweldig gedaan. Dankjewel. Een trotse winnaar in Tiel, Bouke Mollema. Ook burgemeester Beenhakker had genoten en sprak mooie woorden. Als ik u vraag om het dankwoord aan de organisatie uit te spreken, ik wil het doen. Maar ik denk als de burgemeester ze bedankt, dit comité verdient voor mij een 10. Dan mag u het zeggen. Ja, geweldig. Hoger dan een 10 kan helaas niet. Maar ik heb weer geweldig genoten van het feest in Tiel. Ik ben ook even de stad net ingelopen en... het is één groot feest. De renners vonden, hoor ik net ook, ontzettend leuk om langs en door de terrassen eigenlijk heen te rijden. En deze organisatie staat als een huis. Laatste jaar van Wim van Rooyen als voorzitter. Daar nemen we tijdens de Holland Ladies Tour nog even wat officiële afscheid van. Maar Wim heeft met zijn club weer een geweldig evenement neergezet. Heeft gelukkig ook hele goede opvolgers.
Dus volgend jaar staan we hier ongetwijfeld weer. En ja, we hadden het zonnetje ook mee natuurlijk. Mag ik een applaus voor de hele organisatie hier in Tiel? Dan gaan we nu naar Bauke Mollema. We gaan het roemen onder andere aan Bauke Mollema. De kussen doet een ondermist erbij. En dat doen we net als in de Tour de France. Ik voel me even een beetje met Arie No. Wil u de mannen feliciteren, heren? Kijk, dan hebben we dat ook gehad. Jij gaat hier staan. U gaat er tussenin staan, burgemeester, als u wil. Oké. Nou, dames en heren, dit is uw laatste kans. Hier staat het herenpodium. Ik ga er tussenuit. Hans, hartstikke bedankt. Dit was de profronde van 2015 en we gaan het volgend jaar natuurlijk weer overdoen. Het was een prachtige editie. De organisatie dankt iedereen die dit evenement heeft mogelijk gemaakt. Tot volgend jaar.